Hey, hallo, gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. En we gaan de laatste paar dagen in van onze challenge, om het zo maar te zeggen. Om weer uit te komen tussen de 250 en de 300 euro deze maand. Nou, zoals je ziet, de vlaggetjes hangen nog steeds. Ik ben zo'n anderhalf, twee weken geleden ben ik jarig geweest. De vlaggetjes hangen gewoon nog steeds. Het is gewoon gezellig, Lennon vindt het gezelliger. En het ziet er natuurlijk ook wel een beetje feestelijk uit in een tijd waarin dat je gewoon eigenlijk helemaal niks kunt en niks mag. Ook kon ik eindelijk terecht bij de kapper. Dus ik ben weer blond in plaats van dat ik een uitgroei van 6 maanden had. Nou, dat voelt toch eigenlijk wel weer een beetje prettiger als je dan bij de kapper bent geweest. Voelt weer fris, voelt weer, ja, ik weet niet. Voelt gewoon een beetje lekkerder en verzorgder als je dan net uit de kappersstoel komt. Dus ik ben helemaal blij en het weer is gewoon lekker. 20, 22 graden. Dus ik ben, ja, gewoon helemaal blij. Nou, wat gaan we doen vandaag? Ik ben namelijk bij de bakker geweest. Ons brood was op. Of tenminste, ik had nog, ik geloof, 6 puntjes of zoiets in de vriezer liggen. Dus we moesten gaan kijken voor brood. Maar de bakker waar wij normaal gesproken het brood van Too Good To Go, ja, de Too Good To Go pakketten ophalen, die kwam niet online. Nu keek ik vanmiddag, toen zag ik toevallig dat er 2 pakketten bij Bakker Bart online kwamen. Dus ik heb 2 pakketten bij Bakker Bart gekocht. En toen dus ook meteen besloten dat we vanavond brood gingen eten. Ik heb vanmiddag al soep gemaakt. Mijn moeder die had namelijk in haar Too Good To Go pakket een vers pakket voor pompoensoep. Nou, dat vindt ze niet lekker. Dus ik heb dat gekregen. Dus die heb ik vanmiddag al gemaakt. Nou, daarnaast gaan we gewoon allemaal lekkere dingetjes doen op de broodjes. Tenminste, ik had een beetje de hoop dat er broodjes in zouden zitten. Ik denk, misschien zitten er harde broodjes in. Misschien zit er iets van croissantjes in of iets dergelijks. Dus het is min of meer de hoop dat het er allemaal in zat. Dus ik heb van de Vivera heb ik deze kipkrokant schnitzels, de plantaardige, uit de vriezer gehaald. Ik denk, dan doe ik die bakken, kun je die in schijfjes snijden, kun je die lekker op zo'n broodje doen. En ik heb eitjes gekookt. Ik denk, dan ga ik ook eiersalade maken. Dat is natuurlijk ook wel heel erg lekker voor op de broodjes. We hebben nog ham, we hebben nog kaas, we hebben nog salami. Dus we kunnen, ja, eigenlijk gewoon lekker die broodjes beleggen. Kopje soep daarbij en dan is ons maaltje voor vanavond geregeld. 2 pakketten heb ik gehaald. Ik laat ze jullie eventjes zien. Ik heb zelf ook nog niet gezien wat erin zat. In ieder geval, ja, ze heeft alles in 1 grote tas gedaan. Ik had maar 1 tasje bij me. De vorige keer dat ik daar kwam, toen stond alles klaar in tassen. Dus ik had nu geen tas meegenomen. En ik heb heel snel toch nog maar eventjes snel een tasje meegepikt. Om wat spulletjes in te doen. En toen zegt ze, heb je tassen bij je? Ik zeg, nou, 1 kleintje. Dus daar past eigenlijk niet heel veel in. Dus ze heeft alles in 1 tas gedaan. Dus ik laat jullie gewoon zien wat we hebben. 2 pakketten, €9,98. We hebben een heel brood. En we hebben nog een heel brood. Dus dat komt goed uit.
kunnen we die mooi in de vriezer leggen. En dan hebben we heel veel zakjes met allemaal dingetjes. En we hadden min of meer de hoop dat er croissantjes in zouden zitten. En die zitten daar ook in. Dus we hebben een hele zak vol met lekkere croissantjes. Ik geloof dat er hier een stuk of 5 in zitten. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat is mooi. Lekkere croissants. Dan hebben we een zakje met van deze broodjes. We hebben 3 witte en we hebben 2 bruine met pitjes. We hebben geen idee wat het is. Ik denk een soort van een pizza broodachtige dingetjes. Ik zal ze eventjes open gaan maken. Ik weet ook niet of dat je het warm moet maken. Misschien moet je het warm maken dat het dan ook lekkerder is. Er zit iets van, dat zijn verschillende. Volgens mij iets van pesto, een kaas en tomaat is deze. Ruikt wel lekker. En we hebben eentje met, ik denk dat het iets van uien is. Misschien met iets van kaas en ham of spek of iets dergelijks. Dus het zijn, ja, een beetje pizza-achtige broodjes. Ze ruiken lekker, ze zien er goed uit. En ja, ik weet niet of dat ik ze warm moet maken. Dus ik ben er een beetje over aan het twijfelen. Of dat ik ze warm ga maken, ja of nee. Of dat ik ze gewoon koud op de tafel zet. Wat zou jij doen? Laat het me weten in de reacties hier beneden. Dan hebben we nog kaasstengels, 5 stuks. Nou, Demian en Dylan die vond ik heel erg lekker. Ik moet zeggen dat ik ze ook best wel lekker vond. Ja, om zo een beetje zo in te bijten. Ik had ze nog nooit eerder gehad. En toen we het vorige keer, toen de vorige keer pakket van Bakker Bart had opgehaald, toen zaten die kaasstengels er ook in. En toen hebben we er best wel lekker van zitten te smullen. Dus die zijn best wel lekker. En dan hebben we in ons ander tasje ook nog 5 van deze broodjes zitten. We hebben een zakje met. Nou, hier zitten allemaal andere broodjes in. Hier zitten van deze. Ah, oh, er staat een hartje op. Superleuk. Ah. Hier is wat? Een beetje verslag achter het hartje. Ik vind het zo hartstikke leuk. Maar in ieder geval, hier zitten 5 van deze broodjes in. Maar dan met nog 4 andere met pitjes en dergelijke bruine. En dan 1 witte met een hartje. Dus dat is wel heel erg leuk. En dan hebben we ook hier het zakje met die belegde broodjes. Hier zitten 2 met die van tomaat erin. En ik denk dat het pesto is. Het ruikt in ieder geval naar pesto. Het ruikt goed in ieder geval. En dan hebben we nog croissants. Dus alles bij elkaar. Dit zijn 2 pakketten. Brood kan ik mooi in de vriezer gooien. De andere dingetjes die gaan we zo meteen lekker opsmikkelen. Nou, niet allemaal, want het is best wel veel voor ons. Maar die andere dingetjes die gaan we lekker opsmikkelen tijdens het avondeten. Dus ons maaltje voor vanavond geregeld. En de €9,98 die komen op ons lijstje erbij te staan. Zo jongens, de laatste paar dagen ben ik een beetje de vriezer aan het opruimen van het opruimen. Ben aan het kijken, dan denk ik van oké, wat zullen we eten vanavond? Maar ik heb best nog wel wat van die bakjes allemaal in de vriezer liggen van maaltijden die ik dus ja, over had, zeg maar, en ingevroren heb. Denk aan een stampotje voor 1 persoon. Denk aan een macaroni voor 1 persoon. Denk aan een bakje bami voor 1 persoon.
Dus allemaal van die bakjes. Als ik eten over heb, dan, ja, dan doe ik dat invriezen. Ik heb van die kleine Chinese bakjes, zeg maar. En dat is eigenlijk voldoende voor één persoon. Dus ik vries dat dan in en dan eens in de zoveel tijd, dan eten wij dat op. Maar de laatste periode heb ik best wel veel ingevroren en weinig hebben we dan weer, zeg maar, opgegeten. Dus we zitten de laatste week een beetje in zo'n, ja, ik weet niet, vriezer open trekken en dan iedereen kan gewoon pakken wat hij wil, zeg maar, en dan eten we dat op. Dus ik was door die vriezer aan het kijken en wat ik dus ook tegenkwam, dat waren van deze dingetjes. Het is dus nog niet kant-en-klaar, zoals je ziet. Maar dit is een heel klein stukje vis. En dit is kabeljauwfilet, dat is maar 130 gram. Dus dat is eigenlijk net voldoende voor één persoon. En zo had ik ook een bakje zalmfilet erin liggen. Ook eigenlijk voldoende voor één persoon. En ik heb nog wat van die grote garnalen in de vriezer liggen. En toen dacht ik van, nou, denk, wat kan ik daar dan eigenlijk mee maken? Want als ik dit allemaal, zeg maar, los moet gaan klaarmaken, dan heb ik straks 6 pannen nodig en die heb ik dus niet. Maar ik vond deze bouillonblokjes en die heb ik een tijdje geleden, heb ik die ook in een to-go-to-go pakket gehad. Die waren nog gewoon hartstikke lang houdbaar, maar omdat die uit het assortiment gingen, zaten die dus in een to-go-to-go pakket. Het zijn bouillonblokjes. Dus ik dacht, misschien kan ik een soort van een visragout-achtig iets erbij doen. Met lekker wat brood erbij. Dus ik heb die twee soorten vis, die heb ik eruit gehaald. Ik ga er denk ik een ragoutje van maken. Dat zal dan ook wel weer voor 1 à 2 personen zijn. En dan voor de rest vullen we dat aan met of stokbroodjes met eiersalade. Of misschien toch nog dat iemand zoiets heeft van, nou, ik wil een bakje soep uit de vriezer. Dus we zijn nu gewoon een beetje de vriezer aan het opruimen en een beetje plaats aan het maken. Want dan kunnen we binnenkort weer gewoon een aantal lekkere to-go pakketten gaan ophalen bij de supermarkt. En nu zijn we ook weer aan het einde gekomen van deze video en ook van onze maand. Dus ik wilde jullie eventjes vertellen wat we hebben uitgegeven afgelopen maand aan onze boodschappen. Nou, zoals jullie weten ben ik 2 weken geleden jarig geweest. Dus ik had eigenlijk wel verwacht, omdat ik meer uitgegeven heb in die week, dat het bedrag echt idioot hoog zou zijn. Maar dat valt eigenlijk best mee. We hebben in totaal €305,32 uitgegeven voor de hele maand. Inclusief vlaaien en hapjes en dingetjes voor mijn verjaardag. Want ondanks dat we het niet groots konden vieren, hebben we het wel gewoon gezellig klein gevierd. Met allerlei lekkere dingetjes erbij. Nou, zoals je hebt kunnen zien, heb ik het vispastei-achtig dingetje gemaakt. En dat was best wel lekker. Mocht je nu zelf ook nog tips hebben wat je met allemaal die kleine stukjes vis kunt doen, laat dat dan zeker eventjes weten in de reacties hier beneden. Voor nu wil ik heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te hoeven missen.